Mijn naam is Bjorn van Empel. Ik woon in Roosendaal en ik werk als leerkracht en ik geef les aan groep 6. Ik ben op mijn tweede jaar heb ik een nierinsufficiëntie gehad. In december 1985 kreeg ik mijn eerste transplantatie. Ik was toen 7. Ik heb dus 7 niertransplantaties gehad. De dokter heeft het ook al een keer gezegd, nou, ik heb dit nog nooit meegemaakt. En toen zijn we eens gaan uitpluizen. En het bleek zo bijzonder te zijn dat ik in het Guinness Book of Records sta daarmee. Nou ja, niet een record wat je wil hebben, helemaal niet. Dat maakt het wel heel mooi dat ik hier nog zit, dat ik het nog kan vertellen. Dankzij de medische wetenschap en de ontwikkelingen. En dankzij alle mensen die, of na hun overlijden of mijn zus dan bij leven, hun nier hebben gedoneerd. Nou, tegenwoordig hebben ze die behandeling, desensibilisatie. Daardoor kunnen ze antistoffen uit het bloed halen. En dan gaan ze kijken van wie is dan nog de beste match en waarbij hoeven we de minste antistoffen eruit te halen. Nou, uiteindelijk bleek mijn zus dan de beste match te zijn. Nou ja, dan krijg je die behandelingen een paar dagen, een paar weken voor de transplantatie en nog een paar keer na de transplantatie. Waardoor er iets meer mogelijkheden zijn met transplanteren. Erasmus MC heeft zich heel hard ingezet in medicatie, in te zorgen dat ik dat die nier aangeslagen heeft. Ze hebben me echt gewoon mijn leven een paar keer gered. Mijn vrouw en ik hebben elkaar ontmoet in het Sophia Kinderziekenhuis toen nog. Ook bij mijn vrouw is ook getransplanteerd. Mijn huidige vrouw en ik konden toen al heel goed met elkaar opschieten als vrienden. En de tijd vorderde werd het iets meer dan dat. En dan denk je van we willen samen ook kinderen. Maar goed, met een transplantatie, hoe gaat de zwangerschap, kan het allemaal? Ik heb natuurlijk jarenlang medicatie geslikt. Maar uiteindelijk dat ook daar in de medische wereld weer vooruit is gegaan. Dat je gewoon van samen echt een zoontje of in ieder geval een kind hebt. Ja, daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Nou, ik moet nog 1 keer in de 2 maanden moet ik op controle bij de arts. Want ze willen mij toch extra goed in de gaten houden, ook omdat ik natuurlijk een 7e transplantatie heb gehad. Maar dat hele team ken je inmiddels. Ja, dat wel. Je kent de meeste artsen, dus dat contact is wel heel goed. En ook best wel persoonlijk, dus dat is wel fijn. Het gaat nu hartstikke goed. Zowel met mij, met mijn vrouw, met onze zoon. Ja, ik kan ook niet zeggen wat er morgen gebeurt. Ik kan ook niet zeggen wat er over 10 jaar is. En het is niet zo dat ik bang ben dat ik morgen er niet meer ben. Maar ja, als je je daar allemaal zorgen over moet maken, ja, dan kun je heel weinig nu doen. Dus ik leef wel gewoon lekker gewoon mijn leven. En ik lijk wel een gewone Nederlander eigenlijk. En ik geniet daar enorm van.